Goedenavond en welkom bij Bep. Ik ben hier samen met Benjamin. Ik durf bijna niet te zeggen. Het hoekje van de Haarlemmerstraat. Nou ja, fijn, laat me maar gewoon eerlijk zeggen. We hebben eerlijk gezegd een tentje opgeslagen en we wonen hier. Nou, we gaan vandaag even kijken of hier daar mensen zijn die even willen lullen met me. Ik denk het bijna wel. Dus, ik zou zeggen, kom maar op. Ik heb daar een hele leuke mevrouw zitten en dan ga ik even lopen jullie maar even mee met me. Dag, schat. Mag ik me even voorstellen? Hallo. Carolien van Eck. Hoe heet je? Carolien van Eck. Carolien van Eck. Nou, ik ben Trudy. Ja. En ik kom uit Waddinxveen. Ja. Je hebt een... Ik wil je eerst even vertellen dat je een kei van een karakter hebt. En daar hou ik van. Dank je. Als je... Je bent de bovenwereld. Is er een hele mooie man bij je. En dat is denk je vader. Ja. Hoe lang geleden is hij daarheen gegaan? Ik denk 40 jaar geleden. Zo lang al? Ja. Hoe oud was hij? Geen idee. Jong? Ja. Veel te jong. 68. Ja. Ja. Hij wil dat je weet dat hij is wel verplaatst, maar heb je nooit in de steek gelaten. Want hij is altijd bij je gebleven als het met jou niet lekker ging. En dat moet opgevallen zijn. Ja. Want je hebt best wel periodes gehad dat je bij je eigen dag, rot op, ik trek het even allemaal niet meer. En dan gebeurde er iets en onverklaarbaar kon je gewoon weer verder. Als je... dat is een beetje een raar verhaal. Als ik in je huis ben, ja. Dan... Dan lijkt het alsof ik een waterprobleem heb. Ja. Ik heb watervallen. Wat heb je? Boeddha's met water. Hey, boeddha's met water. Nou, als dat nou je waterprobleem is, mijn god. En niet, dat bedoel ik op niet. Glaas. Ik heb een... Dat bedoel ik ook niet. Dat is een ander waterprobleem. Nee, die problemen bedoel ik niet. Ik heb ook een blaas, maar daar heb ik geen waterproblemen door. Ik bedoel meer een beetje een kraan die lekt of een beetje zoiets, een echt probleem. Ja, nee. Als ik bij je binnenkom, heb ik dan rechts een soort waterding? Nee. Help me eens, wat zit ja. Er? Ja, wat zit rechts er? Zit een muurschildering met een bas. Met een bas? Ja, met een bas, een muurschildering. Oké, maar daaronder zit niet een klein deurtje waar je een waterding hebt? Nee. Waar zit je waterput? Als je binnenkomt op de vloer. Ja, maakt niet uit. Nee, oké. Nou, daar kom ik dus binnen. Als je... Hou dat in de gaten. Want het ruikt naar stilstaand water. Klopt. Ja. Helemaal. Ja. En dan komt ze met haar boeddha's en haar gezeik. En dan weet ze precies wat ik bedoel. Hoe wil je die? Zeemel onder water, ja. Hou dat in de gaten. Ja. Want stilstaand water is voor je gezondheid niet goed, Mop. Daar krijg je benauwd van. Ja, klopt. Je hebt nog niet zo lang geleden een baby gekregen. 7 jaar geleden. Ja, maar dat is niet lang voor de bovenwereld. Oké. Okay. Die bovenwereld waakt over dat kind. Als je, is dat je dochter die daar staat? Ja. Mag ze er even bij? Ja, ze mag erbij. Kom eens. Moeder ook. Is dat je moeder? Ja, dat is mijn moeder. Moeder, kom op. Dag schat. Dag. Wie ben jij? Jezus. En wie bent u? Carolien. U, we gaan allemaal niet uien. Het zijn leuk ding om. Ja. Nou, Carolien, houd je buik in, want je bent op tv. Je hebt in de bovenwereld, als we even tegen jou zeggen, heb je een prachtige gids die heel erg haarnegaat houdt. Is je eigen man nog op aarde? Ja. Ben je nog met hem? Ja. Oké. Waar is die dan? Thuis. Die is niet zo van de stad. Nee, die gaat niet zo. Wie is die gids? Is dat je vader? Zou best kunnen. Was dat een lieve man? Ja, heel lief, ja. Hij let heel erg op haar. En dat vind ik bijzonder, want dan is het eigenlijk jouw opa. Ja. En eigenlijk zou je opa op jou moeten letten. Ja. Maar dat wil dus zeggen dat ik vind dit helemaal leuk. Het is een 3-1-heid jullie. Als zij buikpijn hebt, voel jij het. Ja, klopt. Hoe mooi is dat dan? Je moeder is ook in de bovenwereld. Ja, mijn moeder is in de bovenwereld. Die is nog niet zo heel lang. Een jaar of 5. Ja, dat is nog niet lang. Is haar lichaam gecremeerd? Ja. En dat as, waar is dat as?
Dat is verstrooid over de zee. Oké, en dat wilde ze ook? Ja, ja. Oké, want ze heeft het erover. Heb je een ring van haar? Ja. Maar niet om? Nee. Dat klinkt nou net of ik je goud wil afpikken. Ga die ring aan haar geven. En voor mijn part hangt ze hem hierbij. Want de kracht van iets uit de bovenwereld maakt hun alleen maar sterker. En zij hebben even kracht nodig. Ja. Doen we. Ja. Jij had een vraag. Ik heb een zoontje dan van 7 en die durft de laatste tijd niet meer in zijn eigen bed te slapen. Omdat hij ook dingen ziet die er niet zijn. Heb je al eens een rozenkwartje geprobeerd? Nee. Je hebt hier zo heb je de tuinen. Ja. Loop erheen, haal een rozenkwarts. Leg dat tussen zijn bed en zijn matrasje in. Dat houdt die bovenwereld op afstand. Paranormale kinderen hebben juist tussen 7 en 12 jaar de meeste problemen. Okay. En dan gaan we samen afspreken. Als jij er niet uitkomt, ga je me bellen. Mijn nummer heb je vast wel. Ja. Dan ga je me bellen en dan gaan we het even. Dan kom ik het even schoonmaken bij je thuis. Okay. Zullen we dat afspreken? Ja, dat is prima. Dag Mop. Hi. Ik ben Beb, wie ben jij? Monique. Nou, dames en heren thuis, ik kan Monique. En waar kan ik Monique nou van? Toen ik bij de jihad zat, zat zij er ook. Ja, dat is ook een manier om een brommer te jatten. Ze heeft een. Ze heeft een hele nare tijd achter de rug, want ze werd beschuldigd dat ze bij de jihad wilde gaan. En dat was echt wel een issue. Vertel dat eens. Ik ging op vakantie naar Turkije en dat was ik eigenlijk van plan. Ik had onwijs leuke planningen en op een gegeven moment was zondagmiddag. En ik werd ineens opgepakt door de Turkse politie. Okay. En ze zeiden eerst van dat mijn ouders me hadden opgegeven via Interpol dat ze als vermist. Maar eerst was het zo, er waren problemen met mijn paspoort. En toen ik helemaal op het politiebureau was, was het verhaal ineens anders. Was het verhaal ineens dat mijn ouders me als vermist hadden opgegeven via Interpol. En toen duurde echt onwijs lang. Ik begon zeg maar begin van de avond rond 7 uur te rijden zeg maar met de Turkse politie. En dus op een gegeven moment, gingen we rijden en op een gegeven moment kwam ik rond tussen 10 en 11 aan Turkse tijd bij een soort politiebureau zeg maar voor mensen die eruit gezet worden. Oké. Nou, hoe getikt is dat? Ja, vind ik al. Ik moet eerlijk zeggen, lieve schat. Kijk, ik weet hoe je bent en ik weet best wel dat jij niet een jihadist bent. Dat geloof ik echt niet. Maar ik kan me voorstellen dat vooral jonge meiden en jonge jongens denken van elke aansluitbeweging als je bij de jihad gaat, roepen de mensen van dat is niet de bedoeling, zou ik ook zeggen. Kijk, als ik hier een broekje had en ik word gepakt, zeg ik dat heb ik niet gedaan. Nee. Snap je? Als je inmiddels is het vertel, hoe is het verder? De zaak is geseponeerd. Oké. En alleen mijn paspoort is nu nog ingenomen, maar we gaan bezwaar maken. En ook we gaan de schadeclaims indienen. Oké. Dus eigenlijk heb je nu niet een paspoort? Nee. Waarom niet? Ik sta zeg maar, toen ik net in Nederland was, kreeg ik dezelfde week nog een brief van Nationale Terrorismebestrijding. Okay. Van dat ze me in een register hebben opgenomen. Okay. Dat ik eigenlijk een beetje gewoon flauw was. Want de recherche had zeg maar gezegd dat ik alsnog naar Syrië wilde uitreizen. Okay. Ik weet niet waarvan of van welk geld ik dat zou moeten doen. Maar dat hadden ze in mijn procesverbaal toen gezegd. Maar luistert, lieverd. Heel eerlijk, als ik morgen naar Turkije ga, stel nou dat, nou niet dat ik dat doe, maar stel. Dan komt bij mij niet de burgemeester met een fijne reiswensen. En dan kwam die bij jou wel doen.
Ik vond het eigenlijk een beetje overdreven dat hij een burgemeester moest komen. Maar heb je dan niet gedacht van, what the fuck moet die burgemeester hier? Ja, dat heb ik inderdaad gedacht. En ik heb zelf tegen die politieagenten die mij belden gezegd omdat het niet hoefde. Zeg maar, omdat ik me klaar wilde maken voor mijn vertrek. Oké. Waar kom je vandaan? Leiden. Nee, en je roots? Marokko? Marokko, ja. Daar komen al die mooie namen vandaan. Eerlijk is eerlijk. Je hebt een... Er gaat een hele mooie tijd voor je aankomen. En dat wordt tijd ook. Want je hebt niet het beste jaar. Oké. Als je... Heb je een vriend of een man? Een vriend, maar het gaat niet zo heel goed. Oké. Is dat een Nederlandse man? Nee. Een Marokkaanse. Als je... Ik heb niet het gevoel dat hij... Ik geloof wel dat hij om je geeft. Ja? Ja. Alleen, denk ik... Het is een beetje een donderkoppie. Dat heeft hij. Hoe denk je dat? Nou, doordat hij... Hij doet veel jonger als dat hij eigenlijk is. Nee, maar, hoe oud is hij? Hij is 25. 25? Ja. Hij is juist heel volwassen. Nee, je kent volwassen. Weet je, volwassen zijn is niet erg, dat is alleen maar goed. Mm-hmm. Maar hij, hij doet, ik vind hem niet volwassen doen, ik vind hem jonger doen. Als het gaat om, voor je vrouw zorgen. Weet je zo, mm-hmm. Want dat is volwassen zijn. Oké. Maar hij houdt wel van je. Yeah. Ja, echt wel. Niet twijfelen hoor. Je hebt voor de bovenwereld heb je een. Er zijn er hele mooie bijen. En die zijn echt dat ze je. Ze willen je ook heel graag, nou dat klinkt helemaal idioot. Als een soort moeder willen ze je zien. Oké. Maar ben je daar al zelf al mee bezig? Nee. Want hoe oud ben jij? 24. Nou, met een leeftijd, dat kan. Ja. Als je daar nog niet mee bezig bent, ik weet niet of je de pil gebruikt of... Nee, dat doe ik sowieso niet. Nee, dan ga je me wel beloven dat je uitkijkt. Maar... Nee, maar ik doe dat zo helemaal niet. Bij ons mag dat niet. Nee, maar zo in henen doe je dat een keertje wel. Ja, als ik getrouwd ben. Ja, maar dat gaat niet heel lang meer duren. En dan weet ik, ja. Ja? Het lijkt nou net alsof, je gaat me wel beloven dat je een beetje grip gaat krijgen op je eigen leven. Mm-hmm. Want dat ben je een beetje kwijt. Ja, wel. Ja, muts. Mm-hmm. En zo in ene, ik ga niet zeggen dat je hier in deze kerk naar een altaar gaat lopen. Mm-hmm. Maar zo in ene wil ik heel veel met je trouwen. En dat is een heel naar verhaal, maar dan ga je maar ja zeggen. Oké. En je gaat me wel beloven, je gaat niet ja zeggen omdat het zo hoort, mm-hmm. Maar je gaat ja zeggen omdat je wil. Mm-hmm. Want het kan niet zijn dat jij moet. Nee, precies. Toch? Mm-hmm. Want daar ben je te Hollands voor. Ja. Laten we dat even voorop stellen. Ik heb wel heel snel een kindje bij je. Ja? Ja. Maar dat wil dan, als ik jou zo hoor, wil dat ook zeggen dat je gaat trouwen en... Mm-hmm. Het wordt wel een heel goed jaar hoor, dit. Ja. Maar waar is je vertrouwen? Je bent helemaal je vertrouwen een beetje kwijt. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Heb je heimwee? Nee toch? Nee. Want je moeder is ook gewoon in Holland. Ja. Nou, ja. Dus daar kan je mee praten, want je moeder is best wel ook wel een echt Hollands wijf. Met namen, ze besnapt jou. Ja. Het is niet zo dat ze tegen jou zegt hoofddoek om en oorbellen uit. Nee. Dus dan ben je voor mij een Hollands. Okay. Toch? Dan ben je best wel een Westerse vrouw. Mm. Als je gaat een beetje je eigen waarde terugvinden, want die mis ik bij je. Mm. En dat is niet de bedoeling. Nee. Ga je me dat beloven? Ja. En heel snel word je echt moeder. Nou, je weet best wel wat welk werk ik doe. Ja, ik volg het altijd een beetje. Oké, dat is helemaal een beetje, leuk. Hoor. Ja, een beetje. Nou, woensdag moet je zeker kijken, want dan ga je erin zitten. Oké. Je hebt in de bovenwereld, zijn er twee heel sterk bij je. Het is een hele mooie mevrouw en een heel jong persoon. Dat zou wel kunnen kloppen. Ja, wie zijn dat helpmis? Nou, mijn moeder is dat klopt wel. Ja. En ik heb twee kinderen die eigenlijk met een miskraam geboren gehad hebben. Dus
Miskramen zijn voor de bovenwereld en voor ons niet eens zo heel slecht. Waarom? Die komen daar helemaal vrij van vloeken, van noem maar op, van aardse shit. Ja, ja. Dus dat zijn engeltjes. Ja, heel en, ja, hoe mooi is dat nou? Wat toen je toen een jonge vent was, wat wou je toen worden? Iets heel anders dan wat je nu doet? Dat wil je niet weten. Ik had helemaal geen idee. Okay. Iets heel anders wat ik nu doe, dat klopt. Wat doe je nu dan? Ik heb een kantoorbaan bij de KLM. Godverdamme. Ja, maar ik heb 10 jaar in de bouw gezeten, dus... Ja, de bouw is ook niet alles. Nee. Je hebt een... In je kantoorbaan, heb je op dat werk, zit daar een Mark of een Marco? Ja, klopt. Pas is begonnen bij ons. Okay. Help hem een beetje er doorheen. Doe ik. Want hij vindt het moeilijk. Ja. En hij vindt het niet moeilijk dat hij niet kan rekenen of wat hij kan schrijven. Maar hij vindt het moeilijk om als nieuweling bij ouwelingen te zijn. Ja, dat idee had ik al. Hij verstopt zich zo'n beetje. Ja, precies. Ja. En jij bent echt een mensenmens. Dus jij kan hem best wel een beetje helpen. Ja, dat bedoel ik ook. Ja. Toch? Heb je van je moeder gehouden? Ja. Zij kan over jou praten alsof ze het over een kind hebben van 3 jaar. Ja, ach, mijn jongen. Ja. Zo. Ze hebben, want die mevrouw waar je mee bent, is dat je vrouw? Ja. Geeft die een lieve groet van je moeder. Ja, okay. Want je vrouw heeft altijd het idee, bij mensen van ja, die mogen me toch niet. Dat zo denkt zij. Ja, ja, ja. Terwijl dat helemaal niet zo is. Want jouw moeder heeft best wel van haar gehouden. Ja, ja, en is ook dankbaar. Want jouw wijf is goed voor jou. En wie voor haar kind goed is, daar is hij goed voor. Zo werkt dat. Heb je een zoon? Nee, wel 2 dochters. En een schoonzoon? Nee, dat is ja. Ja. Dan heb je... Ja, zeker Leiden. Dan heb je een... Eén schoonzoon, is die bezig met verandering in werk? Ja en nee, ja. Ja, was wel. Ik weet het niet precies, maar hij was toen wel bezig, ja. Daar gaat een promotielijn komen voor 1-0. En, dat is goed voor ze. Kom op, je kent het. Ja, maar dat kan die. Ja. Maar hij staat te lang een beetje zo. Ja. Hij moet nou weer dicht gaan doen. Ja. Dat heeft hij nodig. Ja. Lieve mensen, dat was Dick. Het was eigenlijk zo gepiept. Ik vind het jihadverhaal een beetje griezelig. Moet eerlijk zeggen, ik kan me voorstellen dat het heel erg is als je dus tegen je wil in, tegen alles wat tegen je principes indruist, dat je daarvan wordt beschuldigd. Dat is heel erg. Dus laten we allemaal naar een klein beetje lief zijn voor elkaar. En eerst eens allemaal uitpluizen hoe het met een ander zit, voordat wij over een ander oordelen. En dan zeg ik bij deze een hele fijne avond en goede nacht. En als je man nou zegt in bed, het lukt even niet, kan het zomaar zijn dat hij een keertje niet liegt. Tot volgende week.